ik zou hier niet graag mijn voorbereiding voor de Spelen willen doen. Nee. Sinds 1964 wordt hier in het Sportpaleis in Alkmaar gefietst. 18 jaar geleden is de boel hier gerenoveerd. Voor het laatst, houten vloer erin, dak erop. Daarna is er eigenlijk niks meer aan onderhoud gedaan. En wat we nu zien zijn overal emmertjes. Op sommige plekken druppelt het water naar beneden. Ik reed daar net al door een plas heen. Dus dat is niet, niet helemaal wat je wilt natuurlijk. Voor een leuk trainingsritje is het leuk. Maar om het op niveau te doen hier, dat is soms wat lastig. Het hele gebouw is gewoon wat oud. En bij de tunnel waarin je onder de baan doorloopt is het altijd een beetje vochtig en een beetje nat. En het lijkt gewoon allemaal niet heel goed onderhouden. De kampioenen van de Paralympische wielerploeg trainen alleen in Alkmaar als de baan in Apeldoorn bezet is. Want liever komen ze er niet. Als de trainingsomstandigheden en omgeving niet goed genoeg is, dan is het moeilijk om jezelf te verbeteren. Op dit moment bekijkt de gemeente de opties voor de toekomst. Slopen en nieuw bouwen of grootschalig renoveren. Ik vind het super zonde. Het zou heel mooi zijn als we in Nederland twee goede banen kunnen hebben. Het zou ook voor de talentenontwikkeling beter zijn. Dan wordt de sport wat meer op de kaart gezet. En dat is denk ik ook goed voor het niveau binnen Nederland. Een oplossing moet er volgens de gebruikers snel komen. Anders is het binnenkort de laatste ronde voor dit sportpaleis.